Vrouwennetwerk Hadassa. Wij zijn een onderdeel van de Schutse. En wij komen wekelijks bij elkaar. Op een zondag, maar ook soms door de weeks. Fijn dat we bij elkaar mogen komen, want het is net één grote familie. En we willen natuurlijk elkaar bemoedigen, maar we willen voornamelijk de Heer Jezus dienen. En zo met elkaar is het gewoon fijn. De Schutse, is dat een Pinkstergemeente? Nou, de Schutse is een volle evangeliegemeente. Het lijkt inderdaad een beetje op een Pinkstergemeente, maar het is een volle evangeliegemeente. Wat gebeurt hier vanmiddag? Nou, vanmiddag hebben wij onze kerstviering van onze vrouwennetwerk Hadassa. Hadassa is Hebreeuws, betekent eigenlijk Esther, van het Bijbelboek Esther. En we hebben met elkaar 60 vrouwen, hadden zich aangemeld vanmiddag. We hebben dit keer ook de wijk gewoon ook uitgenodigd, maar we vinden het juist wel goed, omdat juist de kerst iets is om samen te zijn. En daarom dat we inderdaad ook de wijk wilden uitnodigen om hier bijeen te zijn. Want vaak ook met de feestdagen voelen mensen zich heel erg eenzaam. En we zijn juist hier in de wijk om mensen op te vangen die zich eenzaam voelen. En daarom hadden we vandaag een mooi programma. Maar we hebben één keer in de 3 maanden ongeveer, hebben we gewoon een vrouwennetwerk. Dat we samen vrouwen zeggen van jullie mogen lekker uit en dan gaan we jullie lekker verwennen. Schoon aan jou het leven. Hij hield zo innig veel van jou, dat hij zijn zoon liet lijden. Zijn zoon die alles op zich nam, jouw moeite en jouw strijden. Hij werd veracht, gehaat, bespot. Hij leerde ons vergeven. Want met zijn hoofd omhoog naar hem, zijn vader opgeheven. Riep hij, het is volbracht. Mijn God, zo stierf de Heer voor jou. God is een God van liefde, van vrede en van trouw. Met op het oog zijn evenbeeld, zo heeft hij jou geweven. Je bent uniek, je mag er zijn, want hij koos voor jouw leven. Alle vrouwen in de wijk zijn welkom, absoluut. En het is fijn dat vrouwen bij elkaar zijn, want we begrijpen elkaar goed, we kunnen elkaar bemoedigen. We zijn nooit uitgepraat, u kent dat wel. En nee, het is altijd een feest om zo bij elkaar te zijn. Oké, we gaan een stukje van de viering bijwonen. Dank u wel. Graag gedaan. En dit lied wat ik nu ga zingen zegt, ken ik je van nou. Dus dat betekent dat... Want soms kijken we over ons leven, wat we allemaal hebben overleefd, wat we allemaal hebben meegemaakt. En soms beseffen we het niet, maar als we terugkijken, dan zeggen we van, God heeft was al die tijd bij mij. I just can't give. I don't believe he brought me this far. I don't.